Nee, absoluut niet. Niet doen. Dames, niet doen. Ja, of echt met high fashion modeshow of zo. Dan, maar niet in het openbaar. Nee, nee. Helemaal welkom bij een nieuwe aflevering van Fashion Chick Girls. Vandaag ga ik de jongens vragen naar de laatste beauty trends en wat zij er nou eigenlijk van vinden. Wat vinden ze van die highlighter en die lange nagels? Ik ben best benieuwd. Jij ook? Let's go. Ik heb hier op mijn telefoon mode beauty trends. En ik wil jouw eerlijke mening erover hebben. Dat is goed. Oké, we beginnen met trend 1. En dat is de pony. Ja, ziet er wel leuk uit. Maar heel persoon specifiek, denk ik. Ja? Ja. Maar ik vind het zo'n leuke foto. Ja. Je vindt de pony wel leuk? Ja. Bij sommige meisjes staat het wel, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar dan, het ligt ook wel echt aan het meisje zelf. Maar je vindt het wel een mooie trend? Ja, op zich wel. Dus de pony is goedgekeurd? Ja, is goedgekeurd. Ja, het ligt eraan. Dit ziet er dan best wel leuk uit, maar als het echt zo, als een gordijn voor je ogen hangt, dan vind ik het, nee, dan vind ik het niks. Dus als hij te lang is, moet hij niet? Nee, nee. En een te korte pony, wat je ook wel ziet? Nee, dat vind ik ook niks. De pony, ja, kan wel, maar niet hoe die hier staat. Maar voelt gewoon een meisje met bruin haar en een strakke pony? Ja, kan wel. Dat kan. Vind je wel leuk? Ja, ja. En de extreme highlighter? Nee, dat vind ik heel erg lelijk. Ja? Ja, een beetje ordinair. Je vindt het ordinair worden? Ja, ja, ja. Ja. Ja, nee, ja, jongens zien dat vaak niet eens. Het is een highlight on fleek en dan denk ik van ja, wat is anders wat met normaal? Ja, ik zie wel het glim, maar ik denk ja, dat is gewoon normaal. Dat is misschien het licht of zo, ik weet het ook niet. Oké, dit mogen we blijven doen. Ja, dat mag wel. Alleen als je echt helemaal zo'n hele strakke lijn ziet met alleen maar dat je gewoon wordt verblind als je langs loopt, dat is niet echt de bedoeling. Ja, dit ziet het moet er niet echt uitzien alsof het een pop is, zeg maar. Dus het moet niet te extreem zijn. Nee, niet extreem, nee. Maar een beetje is altijd leuk wel. Een beetje is oké. Kan wel, maar niet te veel. Niet te veel? Nee, niet te veel. Maar je hebt geen probleem met een beetje highlighter? Nee, zeker niet. Oké, dat horen we niet vaak. Dan gaan we door naar de lange, puntige nagels. Nee, vind ik ook niks. Nee? Nee, vind ik heel lelijk. Ja, waarom? Ja. Ook ordinair. Ook ordinair? Ja. Dit moeten we niet doen? Nee. Ja, dat is wel mooi. Ja, een vrouw met mooie... Ja, het moet ook weer niet te lang natuurlijk, maar... Mm-hmm. Dit soort nagels, die zijn wel echt, En een beetje puntig, mag dat ook? Ja, klein beetje, maar niet echt van die Wolverine, nee. Nee, ik vind lange nagels nooit echt, nee, ik kan zelf ook niet zeggen, heel erg lange nagels, dus nee, vind ik niks. Jij zegt vrouwen niet doen? Nee, nee. Het zijn wel sexy, lange nagels. Ja? Ja, maar ze moeten niet zo puntig zijn, dat is meer een heks dan. Geen puntige lange nagels, maar een beetje mag wel. Mag wel een beetje lang, ja. Oké, en dan gaan we door naar de gekleurde oogschaduw. Nee, ook niet. Waarom niet? Nee, vind ik heel lelijk dit. Maar het is ook vooral de foto. Ik vind dit gewoon echt een hele lelijke foto. Maar bijvoorbeeld als iemand roze of oranje oogschaduw op heeft? Ja. Maar dan kan ik nou zo niet inbeelden op dit moment. Ik vind, zeg maar, dit op de foto vind ik heel erg lelijk. Ja, het gaat wel een beetje ver, die wenkbrauwen. Dat houdt gewoon tot onder de wenkbrauwen. En die kleur vind ik ook niet helemaal van je van het, zeg maar. Maar bijvoorbeeld gewoon... oranje of zo, of rood? Ja, niet al te fel. Nee, het kan wel. Ja, het kan wel. Gewoon subtiel houden en niet zo een beetje volop gaan met helemaal zo. Helemaal enthousiast worden en gewoon doorschieten of zo. Okay. Nee, ja. Maar het mag dus wel een beetje. Ja, dat vind ik wel leuk. Alleen andere kleuren niet zo ver. Oké. Okay. Het ligt eraan. Welke kleur? Blauw, groen, paars. Nou, bijvoorbeeld voor een première is best wel gaaf, maar ook gewoon zo. Overdag zo op straat te lopen, nee, vind ik niks. Nee, zou ik niet doen. Dus geen felgekleurde oogschaduw, dame? Nee. En dan nog door naar glitter. Glitter alle vormen. Kan echt niet. Nee? Nee, echt niet. Gewoon niet op de ogen, niet zeker op de lippen? Nee, absoluut niet. Niet doen. Dames, niet doen. Glitter echt niet. Mag niet. Oké. Nee, dat vind ik niks. Dit mag alleen in Brabant met carnaval? Ja, of echt met high fashion modeshow of zo. Dan, maar niet in het openbaar? Nee, nee. Wat een verschillende meningen. Maar de pony blijkt best populair te zijn. Bekijk de volgende video hier. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat snel. Hieronder. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei!